Ik dacht dat het gebouw ging instorten. Ik ben naar buiten gerend met mijn moeder in mijn armen, vertelt Michel. Zijn familie woont in een klein appartement op de vierde verdieping in Beirut. Michel was tijdens de explosie op bezoek. Hij en zijn familie zijn gelukkig niet gewond geraakt. Door de slechte levensomstandigheden in Libanon kunnen Michel en zijn familie moeilijk rondkomen. Ze hebben nauwelijks geld om voldoende eten te kopen. Vanuit de Dutch Relief Alliance werken er in Beirut 6 Nederlandse organisaties samen om kwetsbare families te helpen. De hulpverlening van de organisaties is gericht op de thema's cash support, onderdak, protectie, water en hygiëne en voedselzekerheid en levensonderhoud. In deze video wordt er ingezoomd op het werk rondom voedselzekerheid en water en hygiëne. Er worden dagelijks 200 warme maaltijden uitgedeeld. Michel haalt elke dag een maaltijd op voor zijn familie. De gratis dagelijkse maaltijden zijn voor de familie van Michel van levensbelang. Het leven is nog duurder geworden in de maanden na de explosie. Het eten is nauwelijks te betalen. De warme maaltijden worden bereid door Dorcas en de Libanese partnerorganisatie MSD. Daarnaast deelt Dorcas voedselpakketten uit aan de meest kwetsbare inwoners van de stad. World Vision werkt namens de Dutch Relief Alliance aan sanitaire voorzieningen en hygiëne. Onder andere door middel van distributie van hygiënepakketten, desinfectiemiddelen en wateropslagtanks. Louise is een van de mensen die een hygiënepakket ontving. Ze is erg blij met de hulp die ze krijgt. In het pakket zat shampoo, schoonmaakmiddel, wasmiddel, zeep en ontsmettingsmiddel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook helpt DAA, de lokale partner van World Vision, kwetsbare kinderen door psychologische hulp te geven. Meer weten over de Dutch Relief Alliance en ons werk in Beirut? Ga dan naar dutchrelief.org.